In dit filmpje ga ik je laten zien hoe Kraak de huiscode werkt. Je bent hier bezig om data om te zetten naar concrete informatie. Je ziet aan de rechterkant allemaal codes met kleurtjes. Aan de linkerkant zie je een tabel. Wat in de rechtertabel staat, moet uiteindelijk vertaald worden naar de linkertabel. Ik vind het fijn om daarvoor een goed overzicht te houden en om steeds regel voor regel te coderen. Daarvoor gebruik ik een vlak, zodat ik precies weet waar ik ben. Ik begin nu eerst hier onderaan. Daar zie ik 19 en de kleur die ik daarbij moet gebruiken is groen. Dat betekent dat ik 19 vakjes groen moet kleuren. Dat doe ik door op het vakje te gaan staan en dan een G in te tikken. En op deze manier kleur ik 19 vlakjes groen. Dan ga ik naar de volgende rij. Daar zie ik ook dat ik 19 vlakjes groen moet kleuren. Dit ga ik ook doen. Ik kom nu bij de volgende rij en daar zie ik dat ik eerst 3 witte vlakjes moet maken. 1, 2, 3 en daarna 8 bruine. 1, 2. Om een vakje bruin te maken moet ik een U intikken. En daarna moet ik 3 vlakjes blauw maken. Dat doe ik door een B in te tikken. En daarna nog 2 vlakjes bruin. En dan moet ik 3 vlakjes wit maken. Uiteindelijk ga je zo het hele code af. Ben je klaar? Dan kun je achter het blauwe vlak bekijken of je het goed hebt gedaan. Dit doe je door het vlak weg te schuiven. Succes met het kraken!